Hey, leuk dat je weer kijkt. Deze week een video met een soort checklist voor of je een goede vriend bent. En ja, natuurlijk ben jij een goede vriend voor je vrienden, want anders waren jullie geen vrienden. Maar het komt een beetje voort omdat ik de laatste tijd zelf eigenlijk weer met een soort frisse blik naar mijn vriendschappen aan het kijken ben. Want soms, zeker bij lange vriendschappen, dan sluipen er automatisch wat dingetjes in, waardoor je ineens denkt van hey, dat vind ik niet zo leuk, of waarom is dat zo, of je komt er ineens achter dat je eigenlijk niet echt meer iets deelt op dit moment. Dus vandaar deze checklist. Het eerste ding wat ik zou willen zeggen is, en dat geldt niet alleen voor je vrienden, maar eigenlijk voor elk mens waarmee je leeft. En dat is, luister echt naar de ander en wees er ook echt voor die ander. Want meestal komen wij met al ons verhalen en willen het vooral over onszelf hebben. Zo zitten mensen nou helemaal in elkaar. Maar probeer ook echt goed te luisteren en wees echt geïnteresseerd in waar jouw vriend of vriendin mee bezig is. Ook al interesseert het jou geen reet. Weet je, wees er gewoon voor die ander en dan hoef je niet meteen met allerlei oplossingen te komen. Want soms wil je gewoon even je verhaal doen en zit je helemaal niet te wachten op een mening van een ander of een oplossing. Maar luister gewoon echt. 2. Vertel hoe belangrijk die ander voor je is. Neem af en toe de tijd om echt te laten weten hoeveel waarde je aan een vriendschap hecht. En deze tip heb ik eigenlijk van een vriendin van me, want die doet dat dus heel vaak bij mij. En dat is zo leuk en goed dat je echt aan elkaar bevestigt ook wat je hebt aan elkaar. En ik heb me nu voorgenomen om dit ook bij andere vrienden te doen, omdat het gewoon ontzettend leuk is. En je bevestigt daarmee heel erg die ander en je geeft daarmee ook aan van nou, je bent een goede vriend voor me. Dus dat is eigenlijk een soort van ik hou van jou zeggen, maar dan tegen je vriend of vriendin. 3. Reageer altijd vanuit liefde. Als je goede vriendinnen bent, dan heb je natuurlijk heel veel met elkaar gemeen. Dus je deelt heel vaak dezelfde mening of dezelfde reactie. En je hebt dezelfde verwachtingen. Maar het kan natuurlijk ook wel eens gebeuren dat je vriendin niet zo reageert zoals jij wilt. En dan word je een beetje boos of dan ben je teleurgesteld. En dat is nou niet erg liefdevol. Want als je echt van je vriendin houdt, dan accepteer je gewoon hoe zij haar, dan accepteer je haar mening of dan accepteer je hoe ze reageert op een situatie. En ik kan je een voorbeeld geven. Ik heb een vriendin en als we samen uitgaan, dan wil zij eigenlijk altijd eerder naar huis dan ik. En dan wil ze gezellig samen naar huis fietsen. Maar ik wil dan nog blijven. Dus dan zeg ik, nou, ik blijf liever. Ga jij maar vast naar huis. En dan wordt ze dus boos op mij. Want ze denkt in eerste instantie aan zichzelf. Want ze heeft eigenlijk geen zin om alleen in de rij te staan om haar jas op te halen en dan naar huis te fietsen. Dat is natuurlijk niet heel erg liefdevol naar mij toe. Want als ze zeg maar echt naar mij keek, dan zou ze denken, nou, ga jij nog maar even lekker dansen, San. Want jij wil hier blijven, weet je. Nog een beter voorbeeld. Toen Masha aangaf op Fem dat ze een stapje terug ging doen, omdat ze de werkdruk eigenlijk niet meer aan kan en zich meer wilde focussen op haar eigen kanaal, toen werden heel veel mensen heel kwaad op haar. En ze dachten daarbij vooral aan zichzelf. Van, ik heb nu geen portie Masha meer. Terwijl als zij echt van Masha houden of haar echt iets gunnen, dan hadden ze gezegd, wat tof dat je voor jezelf opkomt en wat fijn dat je nu wat rustiger bent en dat je wat meer tijd hebt voor de dingen en dat je ze echt kan afmaken en daardoor tevreden ermee bent. En ja, dat is wat een goede vriendin doet. 4. Val je vriendin niet publiekelijk af. Dit is echt een typische fout die heel veel stelletjes maken, maar ook heel veel vriendinnen. Zodra ze in een ruimte zijn met meer mensen, dan willen ze nog wel eens snauwen over elkaar of elkaar gewoon openbaar afvallen. Als je eigen vrienden of vriendinnen bent, dan moet je een team zijn en dan support je elkaar. En dan ga je elkaar niet voor lul zetten in gezelschap. 5. Het is goed om verschillende soorten vrienden te hebben. Besef dat je meerdere mensen nodig hebt om alle delen van jouw persoonlijkheid aan te vullen. Dus hoop niet op één superpersoon, maar verzamel allerlei verschillende geweldige mensen om je heen. Want zo voorkom je dat je al je behoeften op één persoon richt. En daardoor kan je alleen maar teleurstellingen krijgen, want niemand kan voldoen aan al jouw verwachtingen. Je kan natuurlijk heel veel verschillende soorten vrienden of vriendinnen hebben. Bijvoorbeeld sportvriendinnen, werkvriendinnen, collega-vriendinnen, filosofische lange gesprekkenvriendinnen, spirituele vriendinnen, remvriendinnen, eetvriendinnen. Nou, ga zo nog maar even door. En de laatste, 6. Maak geen loze beloften. Ik had namelijk altijd een vriend en ik kwam hem dan wel eens spontaan hier in de stad tegen. En dan zei hij altijd, ik ga je bellen of volgende week doen we een koffietje. En nou, dat leek me dan hartstikke leuk en vervolgens belde hij me nooit. En nou ja, laten we dan even uitgaan van het goede van de mens, dat hij me zeker wel wilde zien. Maar hij, ja, het kwam er eigenlijk nooit van. En nou, dat legt toch een beetje een soort smet op de vriendschap. Dus zorg ervoor dat als jij degene bent die altijd van dit soort loze beloftes maakt, doe dat dan niet meer. En heb je zo'n vriend, zeg er dan wat van, want het is gewoon hartstikke stom. Het is toch helemaal niet leuk? Nou ja,
Dat waren mijn checklist tips. Ik hoop dat jullie allemaal hele goede vrienden voor elkaar zullen zijn. Dankjewel voor het kijken en ik zie jullie over een week weer.